3. Come on, boys. 1. Yay! No! Wow. Ja, dit is echt niet chill. Laten we ook gelijk in de nacht beginnen. Dat is echt een zware disadvantage voor mij. Welkom allemaal bij weer een nieuwe Minecraft video, jongens. Jullie horen het goed. Het is weer tijd voor Minecraft. En niet zomaar iets, een nieuwe serie op mijn kanaal. Geïnspireerd door de Syndicate Project. 7 jaar geleden heb ik een serie van hem gekeken dat heette Hunting Optic. Waarin hij ging jagen op Team Optic. En dat vond ik een onwijs gave serie. En ik heb altijd al gedacht van ooit een keer wil ik zoiets gaan doen. Dus deze serie is geïnspireerd door zijn serie eigenlijk. Het is namelijk als volgt. Hier achter mij staan Reno, Ido en Max. En die gaan op mij jagen. En deze serie komt tot een einde als ik gekild ben door één van hun drie. Dus word ik gekild door een skeleton, door een zombie, door een spin, whatever, I'm fine. Word ik gekild door één van deze drie mannen achter mij, de serie is voorbij. Het werkt als volgt. Ik krijg zometeen 20 minuten voorsprong. Na die 20 minuten voorsprong, dan komen zij in actie. Dan gaan ze achter mij aan. En zoals ik al zei, als ik gekild word, dan is het voorbij. Dus het wordt een soort van Minecraft survival. Maar dan constant het gevoel hebben dat ik opgejaagd word. Welkom bij Opgejaagd. Alright. Goed, it's time. Als het goed is, moet ik hun een signaal geven dat ik 3 keer in de lucht ga mappen. Vanaf het moment dat ik 3 keer in de lucht ga mappen, dan verdwijnt als het goed is deze zone. Kunnen we alle kanten op die we willen. En dan start opgejaagd hashtag 1. Vind je dit nou een leuk concept? Laat dan zeker weten door een duimpje omhoog te doen. Eventuele leuke aanvullingen of dingen die we kunnen toevoegen aan deze serie, laat het weten in de reacties. Maar voor nu gaan we gewoon beginnen. Leuk detail, hier is mijn koppie. Net hebben jullie natuurlijk mijn skin al gezien. Helemaal in mijn kanaal thema als het ware. Dus it's time to start. Ik heb het startsignaal. Wow! Oké. Tekstje past net niet helemaal in beeld. Maar dat maakt niet uit. It's time. Hoort dit trouwens erbij? Is dit... Oh, fuck. Dit heeft Max gewoon zelf gebouwd. Oh, no. Ja, jongens. Dus nu we weten dat hij die kant op is. We gaan hem zo lang mogelijk in de gaten houden tot we hem eigenlijk niet meer kunnen volgen. Hij is gewoon alvast een boompje aan het hakken. Dat is iets wat ik wel van Minecraft weet. Zo snel mogelijk hout fixen. Nou ja, daarmee begint het natuurlijk allemaal. Voor de duidelijkheid, we hebben ook de POV van de andere mannen. Dus we kunnen... Ja, jullie kunnen horen wat zij allemaal te zeggen hebben. Wat ze allemaal van plan zijn. Oh, nee. Het is wel echt schijt dat gelijk nacht is. Dit is niet chill. Gelijk van die phantoms heet dat volgens mij. Die achter me aan zitten. Dit is eigenlijk niet nice. Staat er nou een nether... Nee, staat niet een nether portal. Het leek er heel veel op. Alright, weet je wat ik wel dan even doe? Gelijk dit. En dan doe ik dit. Hoppakee. En dan pleuren we die even neer. En dan doen we even zo. Dan hebben we sticks. En dan doen we... Oh. Alright. What's up, buddy? Ja, dit is eigenlijk niet handig, hè. Dat ik gelijk al met een zombie ga vechten. Maar ja. Alright, hebben. Wow! Ja, dit is echt niet chill. Laten we ook gelijk in de nacht beginnen. Dat is echt een zware disadvantage voor mij. Oh mijn god. Echt een zware disadvantage. Ze blijven naar me toe komen ook. Alright. Eigenlijk even hopen dat we onderweg nog wat koeien tegenkomen. Het wordt me gelijk heel erg moeilijk gemaakt. Weet je nou? It's fine, I guess. It's fine. But what about dat we even taakverdeling maken? Dat iedereen een beetje zijn taak heeft. Misschien eentje die hem in de gaten gaat houden of gaat zoeken. Ja, I don't know, man. Prima. Ik bedoel, het we moeten ook, we kunnen sporen volgen. Hè? Je moet gewoon kijken waar Roy bomen heeft gehakt. Waar je mogelijk nog saplings en sticks op de grond ziet liggen van boompies. Want die gaat hij 100%, daar gaat hij leaves laten hangen. En daar vallen natuurlijk gewoon sticks vandaan en saplings. Ja. Dus als we dat spoor volgen, komen we toch langzaam bij hem. Ja. Dus hij moet, ik weet niet of hij dat naar gedacht heeft. Hij moet niet te veel bomen hakken. Anders vinden we hem snel. Oké, die gasten komen dus over 20 minuten achter me aan. Inmiddels al wat korter. Zometeen komt er, als het goed is, een klok in beeld te staan als het nog 15 minuten is. Daarna komt er nog eentje in beeld als het nog 10 minuten is. En daarna nog eentje voor 5 minuten volgens mij. Nou, het wijst allemaal voor zich, jongens. Jullie gaan het zien. Daarvoor shout-out naar Max. Wat de f*** is dit? Wat de hel is dit? Oh, is dat zo'n plantje? Doet dat serieus damage? Wat de hel? Had je dat nodig? Ik heb expres de beacon trouwens met gold gemaakt, zodat Roy, als hij terugkomt om het te grieven, dat hij goud heeft. Dan heeft hij minder aan dan iets anders, weet je? Ja, precies. Oh, maar hoeveel minuten nog, Ido? 16 minuten. Alright, there you go. Neem we deze weer mee. Because I need everything. Yes. Hop. Oh man, creeper. I hate creepers. Creepers hate me. I hate creepers, you know. It's just not a good thing. Here we go. Laten we dit even snel dichtbouwen. Voor zover dat lukt. Heb ik daar genoeg voor? Ja.
Heb ik net aan genoeg voor. Oké, here we go. Ik moet echt even voedsel maken. That's important. Oh, ik heb niet eens kool trouwens. Hoe wil ik dat doen? Ik heb wel hout, maar dat is zonde om dat gelijk al te moeten gebruiken. Oh, jongens, het is zo moeilijk. Het is heel moeilijk. Die gasten zijn waarschijnlijk een plan aan het maken hoe ze mij gaan pakken. Cool, ja, we zijn dat wel al tegengekomen. Eigenlijk moet ik daar gewoon gebruik van maken. Dat is eigenlijk wel echt even een ding. Sowieso even deze furnace neerplanten. Zodat we in ieder geval iets kunnen doen. Hout erin en die. Zo. Oké. Gaan wij in de tussentijd door? In de tijd dat we niks kunnen doen. Zoeken naar kool. Alright. Die houden we even hier. Oh, let op. Nog 15 minuten. Kijk, daar is het overduidelijk, jongens. Nog 15 minuten. Oh, oké. Dan moet ik even iets sneller nog te werk gaan. En sowieso even allemaal shit van steen fixen. Stenen tools. Oké, jongens. Dus wat gaan we nou doen? Wie gaat houttakken en zo? Als eerst. Misschien allemaal even gewoon. Sowieso eerst even stenen tools fixen. We moeten allemaal afzetten even op het begin. Ja, misschien is het handig dat we dat even snel samen doen inderdaad. Want dan kunnen we ook zo snel mogelijk zijn pad blijven volgen. Dan is het zo snel mogelijk voorbij. Als er gewoon stenen... Misschien iron, dat je bovengrond wat iron vindt. Of we vinden gewoon een cave ergens. Zodat we even een beetje iron kunnen hakken. Niet te veel. Maar dat we gewoon misschien allemaal een iron zwaardje hebben. We kunnen misschien leather armor fixen. Dat we gewoon... Of we killen wat mobs. Zoals daar een zombie met gouden armor. Weet ik veel wat. Gaat het idee dat we gewoon even behendig zijn. En gewoon snel als we hem vinden al gelijk aan kunnen vallen. Ja. En we moeten gewoon meters maken. Dat is het belangrijkste. We moeten nu zoveel mogelijk meters maken in de tijd dat we nog een voorsprong hebben. Kijk, zij moeten natuurlijk ook in de tussentijd... Oh, fuck. Oh, man. Veel guys achter me aan. Dat ik even steen zwaar moeten maken. Niet slim. Ik weet niet of ik hier wat mee kan. Oh, no. This is not good. Oh, mijn god. Hallo. Oh nee, als hij nu de deur gaat slopen, sorry jongen. Nee. Oh no, oh boy. Help! Oh boy. Mom! What have you done? Oh man! Oh man! Jongens, we zijn gebreached, dit kan. Max is dood. We zijn gebreached. We zijn letterlijk hier ja, ik had nooit die zombie meer. Oh mijn god, het gaat weer gebeuren. Oh mijn god. Alright. De oven aan het werk zetten, ja. We hebben er geen brandstof voor. We kunnen het hout gebruiken, maar dat is niet wat we willen. That's what we want, man. We moeten nu gewoon echt even hopen dat we kool tegenkomen. Dat is wel echt even heel erg belangrijk. En zodra het dag is, gelijk weer naar buiten. Dat we weer voedsel kunnen fixen en shit. Tijd begint te dringen, jongens. Ik weet dat zometeen die 10 minuten counter in beeld gaat komen. En vanaf dat moment... Snel. Oké, ik kan proberen naar boven uit. Hey, is dat het? Nee, ik kan het niet zien. Wat is dit? Is dit wel kool? Dit is kool! Nice! Let's go. Alright. Zo, gelijk echt een jackpot, man, met kool. Lekker. Oh, daar ben ik echt heel erg blij mee. Oké, torches. Zoiets voor nu even. In ieder geval hier wat licht heb. There you go. Bouw ik het achter mij even dicht, zodat er geen surprise attacks kunnen komen. Dan zet ik hier even mijn oventje neer. Zo. Gooi ik daar even mijn kool in en mijn food. Daarna gaan we deze erin pleuren. Oh, weet je wat ik trouwens kan doen? Nog 10 minuten. Oh shit, nog 10 minuten. Nee, mijn crafting table staat daar nog. Ah, dat is een situatie. Die moeten we echt hebben. Ik moet mijn crafting table hebben. Ik heb gewoon geen hout om die nu te maken, dus you know. Ik moet hem halen. Geen zoom. Ja, dat dacht ik al. Zo. Nou, ik moet zeggen, we spelen trouwens op hard. Survival hard. En voor het feit dat ik gelijk in het donker begon, is dit denk ik geen slechte start. Dit is geen slechte start zo. Kijk eens aan. Mijn crafting table heb ik nu natuurlijk. Dus die gaan we eventjes neerzetten om nog een furnace te maken. Hoppakee. Zetten we die gewoon even erbovenop. Pak ik de helft van het kool. Gooi ik dat even hierin. Gooi ik ook alle chickens. Zo. Kijk, dit gaat prima. Nieuwe pickaxe. Zo. Ja, het kan. Het kan, maar echt net aan ook gewoon. Het kan echt net aan. Moet nu dus ook goed gaan nadenken over wat ik daarna wil. Ik denk een stone sword. Ja. Dat is wel echt necessary, right? Oké. En hou ik die ook nog wel even hier dan. Prima. Nou, ik gok voor hem. Althans, ik hoop voor hem dat hij gewoon de caves is ingegaan. En dat hij daar gewoon de nacht ook eens uitzit. Want daar ben je het veiligst dan. Als je gaat stripminen of zo, even, weet je. Of stripminen, gewoon gaat minen. Dan ben je het veiligst. Dat hij in de tussentijd echt al 6 keer naar boven is gegaan. Dude, waarom wordt het geen dag? Ja. Kijk eens, pakken we hier weer even de helft van. Gooien we dat even hierin. Zo. Dit is dan allemaal bezig. Ga ik weer verder. We need more. Oh, trouwens. We moeten nu boven naar de grond gaan. Ja, we moeten naar boven hakken. Ik weet niet hoe ver dat naar boven is. Alweer cool. Nice. Really nice. Die gasten zijn hier echt, kunnen echt binnen no time zijn. Die kunnen ook binnen no time vinden waar ik ben. Omdat het best wel obvious is dat ik hier ben. Dat je natuurlijk kan zien wat hier allemaal gebouwd is. En ik ben echt nog helemaal niet ver gelopen. Maar ik heb nu wel het voedsel om ver te kunnen lopen. Dat is really nice. Ja, kijk. Dit zochten we. Lekker. Oké.
Dus eerst een iron is binnen, jongens. Dat is really nice. Dit was wel iron, toch? Raw iron. Oh, huh? Hoezo is het raw iron? Moet je dat eerst nog... Is het gewoon een ander icoontje geworden? Moet je daar iets mee? Oh ja! Hè? Dat is veranderd dan, of niet? Dat was eerst niet zo. Anyways, dit gaat op zich oké. Ja. Oké, laten we zo zo'n bucket fixen. Een bucket met water, dat is handig. Dat kan in heel veel scenario's heel handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan als je heel hoog bent en je wil snel van naar beneden. Zet je je bucketje met water neer. Waardoor je met die stroming naar beneden kan gaan. Pak je het water weer weg en dan, ja. Wat was dat? Dan kan je dus naar beneden altijd. Dat is super handig. Een bucket. Volgens mij maak je die zo, right? There you go. Een bucket. Altijd handig. Daar houden we nog 5 over. 5 houden we over. 1 pickaxe en een zwaard. Of 1 axe. Doet wel heel veel damage. Dus stel dat ik ze dan tegenkom. You know. Dan kan je ze wel echt aan. Met een axe. Uitgraven naar boven. Kijk. Het is nog steeds nacht dus. What the hell? Of is het weer opnieuw nacht geworden? I don't know. Oh, we gaan je pakken hoor. Welcome Max, joh. Alright. En de chicken. Kijk, dit is nice. Neem dit weer mee, jongens. Hier gaan we weg. Het was een nice place to be. Maar we moeten hier nu weer weg. Huh? Ik had toch ook een axe, of niet? Is die nu alweer kapot? There's no way. Heb ik die ergens gedropt? Gast, waar is mijn axe heen? Hè? Nou ja, oké, sure. Maakt niet uit. Ik ga sowieso namelijk een... Oh, dat is deze. I'm so stupid. Is het handig om nu al naar buiten te gaan? To be honest, ik denk het niet. Sowieso, wat ga ik nu van die iron maken? Torches moet ik ook altijd bij me hebben, dat is chill. Doe ik het wel zo. Oké. Dus wacht nog heel even. Wat ga ik nu doen van die iron? Hoe maak je trouwens een schild? Dat is ook wel van belangrijke. Ik heb eventjes snel opgezocht hoe je een schild maakt. Dat weet ik helemaal niet. Maar nu wel. Daar heb ik hout voor nodig. Oké, dat is belangrijk om te weten. Ga ik hiervan nog een axe maken? Ik denk het wel. Dan is die gewoon sterk. Dan heb ik in ieder geval 1 tool in mijn inventory die wel echt sterk is. Kan ik hiermee eventueel het hout hakken? Dus dan doen we het zo voor nu. Right? En dan halen we deze nog even weg. Zetten we daar bloks neer. Bloks heb je sowieso altijd nodig. Oké. Woe! Goed, jongens. Het is tijd weer om meters te maken. Laten we die bucket ook zo snel mogelijk vullen. 4 minuten. Oh, mijn god. Nog 4 minuten. Dat is in 1 keer snel gegaan, jongens. Snel, beesten is altijd chill. Voedsel kan je nooit genoeg hebben, zeg ik altijd. A little Zambert zit ook achter me aan. Maar we skippen sowieso nu alle creatures. Dat 100%. Ah, skeletons zijn the worst. Skeletons zijn the worst. Dus als we die gewoon even kunnen dodgen en tegelijkertijd meters kunnen maken, then we're fine. Bucket hebben we ook gelijk gevuld. Chill. Laten we deze pakken om weer hout te hakken. Zonde, omdat we anders die toch niet meer gaan gebruiken. Moet eigenlijk ook geen sporen achterlaten. Dus altijd alle boomstronkjes weghakken. Dat is chill. Want dan vallen die bladeren ook weg. Oké. Ze gaan dus bijna in beweging komen, jongens. Die gasten. Kregen net al... Ik hoor iemand. Ja, oké. Dan is het de moeite niet waard. We gaan weer weg. Nog 3 minuten. Daar staat een creeper. My worst enemy. Dat heeft hij vast. Oh, hij heeft een... iron shovel. Krijg ik hem? Nee, wauw, lame. Dus mij kan die dat namelijk droppen. Alleen heb je een beetje geluk bij nodig. En dat geluk heb ik niet. Oké, hout, want we hebben dat schild nodig. Heb ik het nou? Huh? Hoezo kan ik het niet oppakken? Is het bugged? Ah, is bugged. Oké. Nice. Heb ik natuurlijk weer. Daar heb je een hele hoge berg. I don't know. Ik dacht misschien handig om daar even te chillen. Om te kijken of we ze misschien gaan zien. Zodat we weten welke richting ze opgaan. Oh, wat de hel was dat? Oh, hey! Een paard! Of niet? Wat is dit? Oh, dat is een geit. Geef dit spul? Nee, 2 minuten. Oh man. Oh man. I'm stressing out, guys. Daar zitten we waarschijnlijk echt. Oh. We moeten eigenlijk gewoon even ergens gaan settelen. Ik denk dat dat wel handig is om ergens eventjes te gaan settelen, boys. En girls. Ah, dit is dus niet slim, hè? Deze boom. Om hem zo nu achter te laten. Weten ze dat ik hier geweest ben. Ja. Ze gaan sowieso natuurlijk deze kant op rennen allemaal. Omdat ze wisten dat ik hierheen ben gegaan. Maar hout moeten we gewoon genoeg van hebben, dat sowieso. We moeten echt genoeg hout hebben, zodat we ten alle tijde tools kunnen maken. Ze worden bijna losgelaten, die gasten. Ze worden bijna losgelaten. Nog 1 minuut! Nee! Oh mijn god, nog 1 minuut. Niet nu al chappen trouwens. Nog eventjes bewaren. Oh trouwens, hebben we nu wol. We kunnen een bed maken. Ja. Het schiet nu lekker binnen. Eigenlijk moeten we dus even een beestje maken. Misschien wel in een berg. How about that? Misschien is in een berg helemaal geen verkeerde. Die gasten gaan any moment lopen. 1 minuutje is bijna voorbij. Yes. Kom op. Ja. Yeah. 3. Come on, Drie. Boys. 1. Nee! No. Oh jee, ze gaan. Alright, eigenlijk moet ik gewoon even net zo lang doorlopen tot ik een area tegenkom waarvan ik denk van ja, dit is nice. Ik denk dat ik vanaf nu gewoon eventjes southwards moet gaan, zodat zij denken, oh hij is hier net doorgelopen, recht toe, recht aan. Maar dat ik dan onverwachts toch een andere wending, dat ik toch een andere kant op ben gegaan, zeg maar. Oké, besef trouwens dus jongens, ze zijn nu gewoon op zoek naar mij. Het is nu gewoon echt begonnen. De jacht is nu echt officieel geopend. Alright, sorry baby cow. Ja, het is zielig om jou alleen te laten. Ja.
Oh, krijg ik geen vlees van je. Dit is set. Dit is just set. Eentje is er left. Ponk, 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 ponk. There you go. Ja, het is echt belangrijk dat we ergens gaan settelen. Een boomhut of zo is allemaal wel leuk, maar it's just not a good idea. That's just not a good idea. We moeten wel echt... Pauperplantjes, jongen. Oh mijn god, die dingen doen gewoon echt veel damage. Oh, Stone Age. Oh, jeez. We zijn al goed bezig. Gelijk stone in het hakken. Wij kunnen dus elkaars achievements zien. Dat had ik nog niet helemaal door. Dat dat iets is wat mogelijk is. Ja, dit is niet een biome die ik zoek. Dit zijn niet de biomes waar ik denk van, ja, hier kunnen we wat mee. Wat betreft goed heiden, zeg maar. Nou, het is sowieso wel goed dat we nu al zoveel vlees hebben. Volgens mij kan ik niks meer meenemen, of wel? Oké, okay, I'm stacked. Kijk, daar is een big mountain. En hier is een village. Dus dit is top, dit is top. Hier, dit is een plek waar we ze kunnen zien aankomen. Oké. We moeten snel deze village gaan looten voordat zij dat gaan doen. Dat is één ding wat zeker is. So, let's do that. Raw chicken, dit kunnen we wel meenemen, toch? Nee, dat kunnen we niet. Dan gooien we de rotten flesh weg. Want raw chicken moeten we gewoon hebben. Heeft hij dat looting daar gezien? Er is daar een, die zag ik gelijk al. Namelijk, hier deze. Passive falling damage. Dit is een soort oud portal iets. En als hij die al geloot heeft, dan weten we dat hij deze kant op is gegaan. Nee, dit is unlooted. Echt? Ja, dit is compleet unlooted. Dus dat is maar die zit ook zieke loot in. Mending en zo, die wil ik wel. Neem jij de boots maar, Edo, zou ik zeggen. Veel mogelijk voedsel, jongens. Dat is echt zo belangrijk. En we moeten een bed hebben. Zodat als ik dood ga door mobs, dat ik gewoon ergens span. Dat het niet gelijk voorbij is voor mij. Dat ik niet letterlijk op de span, als het ware. En dat het over is. Oké. Hier is nog helemaal niks. Geen kist. En ook geen kist. Want torch. Take that. Echt super scared. Torches nak. Ik weet het. Maar, you know. Oké, als ik pak links, daar, volgens mij is daar een... Kijk, laag. Hier is alweer een boom gehakt. Ja? Ja, kijk. Goeie. Dit is precies wat ik bedoelde, weet je. Of dit is ook zo'n dwaalspoor. Dat hij dat expres heeft gedaan. Man. Want hij heeft hem... Dit is wel heel obvious wat hij hier heeft gedaan. Moet ik wel echt zeggen. Gewoon... Twee blokjes weggehakt. Twee blokjes weggehakt. Zou hij daarover na... Maar het is wel gewoon snel, snel healen, zeg maar. Snel fixen. Als iemand nou dit bos in gaat, iemand rechts en dan pak ik links. Dan gaan Ik pak wel de spruce, maar we moeten wel elkaar... Ja, natuurlijk hoor, maar... Ja, we kunnen coördinaten onthouden natuurlijk. Ja, dat sowieso. Tenminste coördinaten opgeven, man. Maar het ziet er een beetje uit als een dwaalspoor. Ik heb dat links al. Ik ben links gegaan vanaf dat je die kant gek op. Maar goed, dit is dus een village waar je niks aan hebt. Trouwens, sowieso dat je dat wel hebt. Je hebt hier sowieso een kameel, zag ik het goed? Oh nee, dat is wel een village. Well, my dude, sorry, but let me take this. Carrots, die wil ik ook. Die weg. Thank you, my man. Wat is dit? Pompoenzaadjes, volgens mij. Dat soort shit moet je gewoon allemaal hebben. Dat heb ik wel geleerd. Dat je dingen kan farmen. Alright. Het wordt nu wel een probleem als we hier nu ook goede shit tegen gaan komen. Nou ja, ook. We hebben nog helemaal geen kist gevonden, by the way. Waarom zijn hier geen chests, man? What the hell? Oh, trouwens. Ik zou eigenlijk alle deuren dicht moeten doen. Nou, ze weten sowieso dat ik er ben geweest, omdat ik die dingen heb meegenomen. Veel kool hier. Lijkt me handig, om dat dan gewoon te gaan minen. En is het handig om op deze berg te gaan? I guess so. I guess it is. Laten we even ergens nu een huisje maken. Dat is helemaal geen verkeerde. Ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik zie hier niet echt sporen of zo. Van, hey, ik hier namelijk ook niet. Nee, helemaal niks. Maar die ene boom is de enige lead die we hebben. Maar ja, dat kan ook een dwaalspoor zijn. Dat is een beetje het moeilijke. Kan ik dit allemaal niet meenemen? Meen je niet? Sowieso. Deze moet gewoon weg. Boon tools hebben we nu echt gewoon niks meer aan. Mijn bed moet ik sowieso ergens verstoppen. Dat schiet me nu denk ik te binnen. Mijn bed moet ik verstoppen. Alright, kan ik hier naar boven komen zonder dat zij het doorhebben dat ik naar boven ben gegaan? Wat is dit trouwens? Wat de hel is dit? Hè? Kan ik nog iets stoppen, ja? Oké. Het is iets. Maar ik heb niet echt een idee wat dat is. Kijk, wat is dit dan, boy? Boy. Mattel. Deze boom is volledig weg, hier dan. Welke? Waar? Waar zijn jullie? Heb jij deze gehad? Ja, nee, zeker niet. Waar zijn dit jullie? Is het eerste welke spoor. Coördinaat zijn jullie? Min X. 81, 75. 81? 7, ja, min 81 en min 712. Hij is ook echt net weg, hè? Oké, dat is een goed teken. Hij is dichtbij waarschijnlijk. Nou, dat hoeft niet. Hier is ook weer een boom weg. Hier ligt nog hout zelfs. Oh, dan hebben jullie nu echt een spoor. Dat is goed. Zijn jullie bij een meer of zo? Ja, in de buurt van... Wacht. Hier gaat de boom ook net weg. Oh, hier. Oh boy. Welke kant ben jij opgelopen, Reno? Wij zijn heel close. Hij kan loos zijn, maar hij kan ook gewoon dat de chunks zijn die zeg maar even stil hebben gestaan, hè? Ja, oké, dat is waar. Maar ik bedoel, wat we zitten tenminste in de richting. Let's try that. Laat ik een base hier ergens onderbouwen. Dus voor example hier. Ja. Dat ik hier nu gewoon eventjes recht naar beneden ga. Oké. Dan doe ik een dirtblokje boven mijn hoofd.
There you go. Ga ik nog verder naar beneden. Oh, dit kan trouwens heel fout gaan. Hè? Dat moet je eigenlijk nooit doen in Minecraft. Recht naar beneden zomaar minen, shuffelen, whatever. Dus laten we dat dan ook gewoon niet doen. Laat ik niet mijn eigen regel verbreken. Of ja, de algemene Minecraft-regel, niet per se mijn regel. En dat het dan fout gaat en dan ben je echt fucked up. En mijn plan was dan dus een ladder te maken en dat we daarmee in de berg uitkomen. Helemaal bovenop de berg. Dus dat moet ik eigenlijk even zien te fixen. En gevoelsmatig zit ik dan nu in de buurt in ieder geval van de berg. Dat eigenlijk dan even voor mezelf wat makkelijker moeten maken, besef ik me nu. Om het voor mezelf wat makkelijker uit te rekenen. Alright, let's see. Ik ben vanaf hier en zo gegaan. Want hier is dat dirtblokje. Ja, die zit hier ergens. Want dit wordt de entrance van mijn shijs. Dus dat is wel belangrijk dat ik dat gewoon goed weet. Ja. Is net kut. Je snappen de stukken waarschijnlijk wel. Moet ik hem gewoon even wat breder maken. En dan maak ik het even like this. Zo. Dus als je dan dat dirtblokje weghakt, land je hier. Dan ga je zo. Dan kom je een ondergrondse cave in, basically. Ik had er volgens mij een inrechte lijn gemaakt met die gijs. Dus als we dan moeten we gewoon zo gaan. Een crafting table. Heb ik die serieus niet meegenomen? Jawel, toch? Echt niet? I guess I didn't, man. Laten we voor nu nog eventjes weggooien. Deze. Komen we toch nog wel genoeg tegen. Dan de crafting table. Had ik die al gemaakt? Had ik nog niet gemaakt. Want we hebben een nieuwe pickaxe nodig. Dat zocht ik. Nieuwe pickaxe. Het is even moeilijk dat we nu zoveel shit hebben in onze inventory. Wat we allemaal nodig hebben. Want dit zijn pompoen seeds, right? Ja. Oké. Want hier moet ik dan weer... Oh mijn god, ik word nu echt eventjes helemaal lijp hier al. Waarom doe ik het niet makkelijker? Maak gewoon even een dubbele chest en dan zijn we even klaar voor nu. Yup. Dit is allemaal echt even zo ingewikkeld. There you go. Oké. Gaan we hierheen. Dit is totally fine. Gaan we nog verder ondergronds. Ik ben echt benieuwd of die gasten daar zo in de buurt zijn. Echt benieuwd of dat zo is. Oké, nou is het wel echt even tijd om chests neer te pleuren. Want we worden hier helemaal lijp nu. Die crafting table staat natuurlijk weer boven. Ik maak er echt even één groot zooitje van. Omdat ik gewoon te veel troep heb. Ik heb echt te veel troep nu bij me. En dat frustreert me. Die daar. Dan een chest. Right. There you go. Gooien we die even daar neer. Zetten we deze hier. Oké, schep die even weg. Oh, wacht, nu trouwens. Nu kunnen we gewoon even alles hier erin pleuren. Gooien we nou een tweede chest. Zo, zetten we hier neer. Kijk eens. Oké, now we're talking. We pakken die sticks. We pakken al het kool. Dat is sowieso altijd chill. Nog meer kool. Hier lag volgens mij nog meer. Heb ik al waarschijnlijk al opgepakt. Hout vind ik altijd chill om bij me te hebben. Dus zo. Eigenlijk like this doe ik het altijd een beetje. Maar iron is altijd chill om bij je te hebben. Dan kan je altijd tools maken. Genoeg hout. Sowieso. Dat moet je sowieso altijd hebben. Dit hou ik even bij me. Dit hou ik bij me. Dit hou ik bij me. Dit. De ovens. De potato kan dus echt wel in de chest. Dat is juist perfect om in de chest te doen. En deze wil ik nog hebben. Cooked chicken. Oké. Gaan we nu even het goed uitbouwen hier. Hangen we hier even een toortje op. Hier hangen we een toortje op. En wat we doen. Dit doen we even. Zodat als hier iemand is, dan moet hij door dubbel dirt heen. Door, you know what, drie dubbel dirt heen. Oké. That's fine. Gaan we even solo op pad allemaal. En dan coördinaten sturen als we dingen hebben dat je nog niet engage. Maar ik denk wel handig is, hè? Ja. Gewoon allemaal even solo op pad. Even zoeken naar mogelijke dingen. Furnace ruimte. Zullen we dat... Dat doen we wel hier even gewoon. Ja, fijn. Helft van mijn kool erin. Jij gaat die maken, jij gaat die maken. Alright. Dan pak ik eventjes mijn axe. Zet ik jou helemaal in de hoek. Like this. Gaan we nog even meer ovens maken trouwens. Kijk eens. Dit gaat prima, jongens. Dit gaat prima. Gaan we deze nog even verplaatsen. Omdat ik me dus aan stoor, hoe het nu staat. Ja, willen we spullen niet... Willen we dat niet bij mijn bed verstoppen? Nee, je moet wel spullen snel bij kunnen, right? Je moet er snel bij kunnen bij je spullen. Je moet er snel bij kunnen. Dus die gaat daar weer heen. Die... Oh, die heb ik nodig voor mijn bed zometeen. Laten we die alvast maken. Dat zou, als het goed is, zo moeten zijn. En dan zo. Zie zij nu ook dat ik die heb gehaald, die achievements? I don't know, guys. Ik ben zo gefocust ook gewoon, hè. Oh, man. Sorry als ik echt in een ultieme Minecraft focus zit. Maar ja, ik moet ook wel. Oh ja, dat is altijd wel handig. Om even een plekje te maken waar je items gewoon heen pleurt die je niet wil gebruiken. Een soort van burn-achtige scheis. Eigenlijk heb je daar lava voor nodig, but you know. Voor nu heb ik dat niet. Dus dan maak ik hier wel even een plekje daarvoor. Ik heb nog een schep nodig. Zo. Maken we hier er even een plekje voor. Hier dumpen we gewoon even spul wat we niet meer willen. Zoals in dit geval de houten schep. Waar is die? Gooien we gewoon even daarheen. Zo van, yo, we don't need it, man. We don't need it. Iron weer. Nice. Lekker hoor, jongens. Daar ben ik serieus echt blij mee.
Trouwens, het heeft eigenlijk niet zoveel zin wat ik nu ga doen. Ik wilde mijn bed verstoppen op een andere plek, zodat als ik gekild word, dat ze dan niet gelijk mij weer kunnen spawnkillen, zeg maar. Dat was het idee. Nou ja, misschien als ik mezelf intentionally dood laat gaan, dat het dan alsnog een play kan zijn. You know, I don't know, to be honest. Kijk, ik wilde zeg maar dan dat we deze standaard ook gewoon bij ons hebben. Of ja, in ieder geval hier ergens, dat ik hem dan gewoon kan pakken. En dat je dan dit zo op die manier afsluit, dat het net gewoon normale wall lijkt. En dat je dan ergens helemaal hier aan de andere kant, dat je dan dus je bed plaatst. Sowieso denk ik wel handig om je bed gewoon op een andere plek te hebben. Of niet een obvious plek in ieder geval. Laten we hier dus eventjes ergens dat bed maken. En daarvoor wil ik ze dus een beetje confusen. Dat is een beetje het idee hiervan. Ja, ga ik hier de loze ruimte maken waar ik nu heen beweeg. Waarschijnlijk is het nu echt nog heel onduidelijk wat ik van plan ben. I get it. But trust me, it will be fine. It will be fine. Alright. Dit is de loze ruimte. En dan gaan we daar ergens het bed maken zometeen. That's the plan. That's the plan. Oh, trouwens, we moeten weer wel overal torches ophangen. Anders kunnen hier mobs spannen. Room number one. Goed, laten we hopen dat het nu nacht is. Want we gaan nu gewoon het bed maken. Het duurt nu allemaal te lang. Het duurt nu allemaal te lang. Op de lange termijn kan dit echt slim zijn om dit te doen. Hier zo maken we het bed. Dus dan pakken we deze. En dan gooien we die hier. Dat is dan het plan, zeg maar. Dan gaan we hier het bed bouwen. Poenk. Ah, oké, ik kan dus nog niet slapen. Oh, respawn point is wel gezet. Oké, dat is beter. Dat is beter. Dat is dan sowieso gelukt. Dan hakken we dit weer weg. I guess. Oké. Dus dan zetten we deze weer hier terug. Prima, prima. Dus dan is mijn bed toch nog wel een beetje een mystery of zo, snap je? Dat het niet too obvious is waar mijn bed is. Zeker niet als we nu nog dit ook weer verder uitbouwen. Mijn bed is nu gewoon best wel goed verstopt. Dan zou ik daar eigenlijk wel nog even meer mee moeten doen. Dat ik via daar bijvoorbeeld de rechte route omhoog maak of zo. Hoe ik vanaf daar weer weg kan komen eventueel. Dus dat stel dat ik de boys zie, dan kan natuurlijk een play zijn dat ik mezelf dood laat gaan. Dat kan, ja, tuurlijk, dat kan een play zijn. Holy damn, ik heb echt niet eens een vet goed idee. Stel dat die boys achter me aan zitten. En ik weet, hoe dan ook, ik ga dood. Dan bouw ik mezelf gewoon helemaal omhoog. Dan spring ik naar beneden, laat ik mezelf gewoon doodvallen. Dus dan staat er Royalistic as fallen, weet je wel. Dat ik gewoon door hoogte, shijs, dood ben gegaan. En dan geef ik mezelf eigenlijk een soort van reset. Zo van, oké, ik ga ermee akkoord dat ik dood ben. Maar it's not over yet. Dan span je hier. En hier moet dan gewoon de stuff aanwezig zijn om nog verder te kunnen. Dus laten we het een beetje uitbouwen. Like a little bit. En dan gaan we hier dus een ladder maken, recht naar boven. Waardoor ik weer verder kan met mijn spel. Waardoor ik gelijk weer out in the open ben. Zetten we hier bijvoorbeeld een dubbele chest neer. Dan zou het in feite hier een dubbele chest moeten worden. Met de spullen die je nodig hebt om gelijk weer goed van start te gaan. Met voedsel erin, met armor erin. Allemaal dat soort dingen. Gewoon echt een overlevingspakket. Waardoor je gelijk weer gewoon je ding kan doen. Het smart. Want dit bed, ik denk niet dat ze dit gaan vinden. Oké, cool. Cool. Ja, laten we dat gelijk al even fixen. Dus hier planten we dan even twee kisten neer. Crafting table is ook always nice. Always nice. Helemaal niet erg om daar nog eentje van te hebben hier. Dus laten we dat doen. Like this. Eigenlijk ben ik nu al bezig met van, ja, met worst case scenario denk ik. Ik weet niet of dat raar is. Maar ik denk dat we daar in de toekomst blij mee gaan zijn. Dat ik dat heb gedaan. Eigenlijk zou hier volledig armor setje moeten bijvoorbeeld. De tools die je nodig hebt. Dus dit wordt een lange termijn projectje. Ik doe er nu al gewoon de helft van mijn food in. We kunnen hem ook een beetje mindfucken. Dat we in de chat zeggen van, lukt het, of weet ik wat. Alsof hij, we kunnen gokken wat hij doet of zo, weet je. Ziet er goed uit, Roy, of zo, weet je. Zoiets. Maar we kunnen hem nu gewoon mindfucken even. Zal ik het doen? Ja, doe maar. Ziet er goed uit. Oh mijn god, de creeper als ik aan het typen ben. Ziet er goed uit, hoor. Goed. Ziet er goed uit, hoor. Hij heeft geen idee waar ik ben, joh. Hij heeft geen idee waar ik ben. Deze mag ik hopen. Als ik die op de helm heeft, ben ik echt een lul. Nice. Die moeten we altijd bij ons hebben. Dit is gewoon de closing material, zeg maar. Die hebben we sowieso nodig. Die hebben we nodig. Deze kan hier wel in. En de side heb ik ook niet nodig. Dit kan hierheen. Hout. Zeker wel nodig. Zeker wel voor wat we zo meteen gaan doen. Namelijk de ladders naar boven. Wat we eigenlijk al hier moeten doen, hè. Dat wilden we eigenlijk hier al ergens doen. Carrots en shit. Kijk, dat moeten we bijvoorbeeld gaan planten. ZSM voor food. Is dat handig? Ik denk dat dat wel handig is, ja. Kan dat hierachter? Dat kan hierachter. Of doen we dat op lager niveau? Dat we even naar 12 gaan, diamond level. Oké, let me check. Ja, eerste aflevering, jongens, van deze serie. Gaat misschien niet helemaal zijn wat je ervan verwacht. Gelijk veel actie, spanning, dat soort dingen. Omdat je natuurlijk eerst echt goed moet settelen. Boom. Enige broek. Ja! Precies gewoon. Oh my days. Hoppa! Dit is echt al heel erg nice. We hebben gelijk full iron. Lekker. En we hebben full iron tools. Things are going really great. Oké, laten we dan nu voor diamond level gaan. Oh ja, trouwens. Deze moet verstopt zijn ook, hè. Dit moet verstopt zijn. Dus eigenlijk heb ik dubbele protectie voor mijn bed. Dat is waar ook. Ponk.
There you go. Oké, laten we hier dan naar beneden gaan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je hebt niet echt een midden. Doen we het wel hier. Recht naar beneden. Nog eventjes wat beter mijn best doen. Oh, schiet me nu iets binnen. Het scheelt. Die heb ik op mijn linkerscherm openstaan. Dat is iron in... Ik heb geen iron meer. Hier ook niet, hè? Nee. Oké, we first gotta find iron. Want dat schild, dat heb je gewoon nodig. Dat is top. En F3 ook eventjes. We zitten nu op 54. Als het goed is, is het nu dan 53. Ja, oké. We moeten nu naar 12 gaan. Op deze manier, zeg maar. Want 12 is het beste level om diamond op te vinden. Alright, we gaan nog verder naar beneden. We moeten diamond level hebben. Ik heb ook trouwens geen nieuwe iron gevonden. Nee, dit gaat helemaal niet goed. Ik besef nu helemaal dat het niet goed gaat. Oeh, dan moeten we weer met steen verder gaan werken. Op zich geen heel groot probleem is, maar toch. Het is wel weer even een downgrade, omdat ik per se full iron wilde hebben. Dus, you know, elk voordeel, zo is een nadeel. En andersom. En in dit geval is het hele grote nadeel dus dat ik nu geen tools heb. Of ja, niet de belangrijkste tool heb die ik nodig heb. Ja, helaas. Kleine downgrade. Is even niet anders. We hebben de beslissing gemaakt om naar full iron te gaan. Wat sowieso chill is. Stel dat we met die gasten nu in fight komen, dan ben ik gewoon echt well prepared. Ik vraag me af of zij dat bijvoorbeeld al hebben. Ze zullen met z'n allen een beetje alles moeten delen. Aan de andere kant, zij gaan natuurlijk ook gewoon minen. They are mining as well. Zo, quarry lava. Kijk, zoeken we. Dit zoeken we. That's really nice. Bouwen we dit uit, want dit is de level die we zoeken. Alright, prima. Oké, er zit echt lava echt in de buurt. Dus ik moet oppassen met wat ik weghak hier. Like this. There you go. Iets verder uitbouwen. Hier gaan we namelijk strip minen, jongens. Oké, goed. Dus, wat we gaan doen. Pak even een nieuwe pickaxe. Weghakken, ster. En boven je eentje weghakken. Dus weghakken, ster. Dit is heel saai. Dus we gaan wel eventjes kijken hoe het met de boys gaat. Ja, we hebben al bijna echt het hele gebied bijna uitgekant. Ja, hij is sowieso verder gegaan. Het kan natuurlijk ook dat hij achter ons aanloopt. Ja, bijna niet. Want ik loop ook heel veel rondjes. Ze zeggen van niet in ieder geval. Ik zag ook dat het er nog ligt. Dat we zo dichtbij waren. Dat we die bomen vonden de hele tijd achter elkaar. Oh, sorry. Ja, maar dat was het begin. Daar heeft hij gewoon gelijk gehakt. Kut, als we die video eigenlijk terug moet je dan meteen meer vinden. Ja, maar dan was het al te laat. Ja, ik denk dat wij ook overigens wel echt tools moeten gaan maken. Want Roy kan gewoon rustig nu minen. Weet je, die zit misschien wel ver genoeg. Maar die gewoon alles kan doen. En wij hebben dan gewoon eigenlijk nog helemaal geen goede loot. Dan zijn we zo gefocust op het zoeken naar hem. Dat we natuurlijk nog helemaal zelf niet over onze eigen dingen hebben nagedacht. Alright, dit zou moeten werken, jongens. Dan gaan we. Even testen. Oké dan. Perfect. Oké. We zijn inmiddels wel echt lekker bezig. Echt lekker bezig. Durf ik mijn kopje al te laten zien? Op zich. Durf ik dat zo meteen wel. Ik durf zo meteen wel mijn kopje te laten zien. We maken eventjes die iron pickaxe. En dan gaan we eens eventjes een beetje kijken of we wat kunnen zien. Als wij naar buiten gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Het is tijd om mijn kopje eventjes te laten zien. En te kijken of ik die gasten misschien wel kan spotten. Ze zijn natuurlijk inmiddels al een tijdje aan het zoeken. Dus het zou zomaar kunnen dat ze tegen het lijf aan gaan lopen. Je gaat het zien in de volgende aflevering van Opgejaagd.